Sjoerd de Vries, de 1000 meter, Niesekerk West. Ja. Net was het worst? Nee. Nee, dit is net wat ik wil. Nee, helaas. Ik bedoel, vorig jaar Neide, Arun Jeren daarvoor altijd in de top 3 zitten. Ja. Zelfs twadden. En nou, ja, het is. Het is een beetje een Griekse tragedie, hè, Antwin? Dit seizoen en vorig seizoen ik al. En dat is spietig, ja. Ja, hoe kan het? Ja, hoe kan het? De risico is het genoeg. En daar ben je nou voor reden voor te verzinnen. Maar ik voel me fysiek wel goed, ik voel me wel fit. Alleen nog, ja, tussen die fit vielen en in een 8 legerieden, dat is wel een verschil. Ja. Ik de juiste van Jesper Ospers, die zei van nou, ik ga mijn pikjes doen en dan zie ik hem geen, let nog even op hem, want hij is in vorm en had het dit seizoen. Ja, ik dacht ziet er wat in, had dat, wie de tariëning is, zou wel goed? Ja, ik dacht ook wel aardig goed wie, maar ik heb in 10 rieden werk echt op Romken pakken. En zullen we het met Pim nou? Nee, Jorgen 8. Pim Schipper, ja. Dat is ik naar top. Je bent in je top 10 wat dat betreft in de weekend? Nee, nou ja, in 8-2, in 44. Dat wordt niet net zo vaak rijden, helemaal op NK's. En het is gewoon jammer. Het is gewoon jammer. Ja. Ja. Ja, is dat zacht uitgedrukt? Of? Ja, en ze rijden is mijn leven. Hè. En het stiesje net, het is geen heel werk was door. Dus het is elke dag van nou begin maar het wakker trainen. En dat heb ik dien en dat heb ik wel goed dien. Alleen de uitwerking op het ijs is gewoon echt minder. En ik rijd net lekker en ik. Kom ik helemaal niet voldaan van die zou. Het is nou zo'n 1000, juist zo'n 1500, weer helemaal een stuiterpartij. Ja, daar heb ik nog wel echt heel veel les van vanmorgen. Als ze mijn rondje in 30 gehegen, een 1500 oudste, dus ja, dan bist dus net in goede dwan. En dan is 24 uur en is daarvoor wat te kwaad. Ja, en dan leef ik zo'n 1000 daar, ja, dat was die best wel en dat wist ik net, maar het zit gewoon geen muziek in. Zo. Ik weet nog dat ik ooit bij Omroep Friesland kwam te werken. En een van mijn eerste reportages wie Sjoerd de Vries op het NK Allround. Ja. Die woonest het zelfs toen, woonest het WK Allround. Mm-hmm. Had ik toen junioren voor zelfs. Ja. Het wie wel een beetje het gevoel van, deze man, dat keer wel eens, ja, een beetje, nooit veel, de Nijs en Kramer wonen in. Ja, al wie ik wel iets meer sprinten natuurlijk. Maar... Nee, tuurlijk. Nee, ja, die kan ik maken. Maar ik vind misschien wel altevreden hoe dat dan nou in die kop kan zitten. Ja, dat denk ik wel zijn, hè. Ja. Ja, zeker wel. En dat ben reële vragen niet zelfs. En daar heb ik nog geen antwoord op. Nee, dat is maar, de met je, ja, ik heb ik wel eens in twadden op een World Cup West. Ik heb podium en Kaaston. Ja, ik bedoel, ben ik net als deze presteert haast. Nee, absoluut precies. Net, maar de laatste twee hier. Nee, dat klopt. Dat klopt. En dat vind ik zelf ook heel jammer. Echt heel jammer. Tuurlijk. Voor hier is die Sirik. En toen zei ze van, ik maak maar eens een keer goed naar je ding. En hoe wak ik eigenlijk vol? Wol ik eigenlijk nog wat verder? Hoe was dat nou? Zei ik dat voor hier? Goeie vraag. Nou, dan ben je op hetzelfde punt misschien. Nee, als je niet zo'n teleurstellingen. Is het, kerst voor makkelijk dingen, Sissel. Ja, ik heb gewoon ontzettend mijn zin in het rijden. En het is gewoon geweldig dat ik het elke dag met wan en door. Dus dat, liefde voor de sport verlies ik net. En die ben ik net verlen. Alleen nog, topsport gaat wel hand in hand met prestaties. En de kerst net een topper werd. En dat is op amateuristische basis een beetje in rondjes rijden. Is het nou nog wel even, toch? Jawel. En dat is ik... dat is net het hoofddoel natuurlijk. Het is geen werk. Het is net een jocht het vier werk. Want als je werkt in Christ vieren, dan neemt ze het maar naar bed en dan stist het mij op. De eerste gedachte toen ik vanmorgen wekker was, was het wekker en ik, oh kut, 1500. Dat is de eerste, was een tankst. Ja, dat is eigenlijk het gewoon. En, omdat de vormen dan het is. Nou ja, omdat ze aan Saroen riest natuurlijk en omdat de vormen dan het is. Dus dat. En ze de hebben wel een paar opstekkers nodig om de teleurstellingen weer wat te levelen. Hè? Ja, dit seizoen eigenlijk nog? Is er nog ergens wat? Ja, een callround misschien dan? Of zo, nee, het is wel de beurt. Het is wel redelijk clear dit seizoen. En NK sprint. NK sprint. Ja, is er nog. Maar ja. Maar zijn 500 en 1000. Dat is gewoon net mij of een twappel treiplakjes. Dit is net in 12 weekjes kleren. En nou? En nou, moet je voornemens bedenken voor wat hoe ze het zegt je nog zoiets. Ja.